Welkom op deze Eat & Meet van Passion for Work, onze wekelijkse afspraak op vrijdagmiddag. Ik ben Kathleen Briers, ik werk als loopbaancoach voor Passion for Work in Berchem en in Wilrijk. En daarnaast heb ik in Wilrijk ook nog mijn eigen coachingpraktijk. Wist jij dat niet een gebeurtenis, maar wel jouw gedachten over die gebeurtenis bepalen hoe jij je voelt en gedraagt? Als je eenmaal begrijpt hoe dat mechanisme werkt, dan heb je een sleutel in handen van je eigen groei en geluk. Dat is het onderwerp van vandaag. Laat me starten met jullie het waar gebeurde verhaal te vertellen van dokter Viktor Frankl. Dokter Frankl was een Poolse psychiater die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar verschillende kampen in Tsjechië en Polen werd gedeporteerd. De omstandigheden waren heel zwaar en zijn vrouw en zijn kinderen overleefden de kampen niet. Hij zag ook heel veel andere sterke mensen langzaam maar zeker de moed verliezen en uiteindelijk sterven. En toch overleefde dokter Frankl de kampen. Meer nog, het leek zelfs alsof die gruwelijkheden op hem relatief weinig impact te hebben. Hij was een psychiater en hij vond het eigenlijk heel leuk om menselijk gedrag te bestuderen. En door zijn medegevangenen heel nauwkeurig te observeren, kwam hij tot een inzicht dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Hij kwam tot het besef dat wat er daar ook gebeurde in die kampen, wat ze daar ook allemaal zouden afnemen, dat er eigenlijk één vrijheid was die ze nooit zouden kunnen afnemen. Namelijk de vrijheid om in alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen. Hij besloot dat hij zich niet langer zou laten kwetsen. En wat ze hem ook aandeden, bij elke gebeurtenis koos hij er opnieuw voor. En dat was zijn redding. Tussen de prikkels van buitenaf en zijn reactie erop vond hij zijn grootste kracht, namelijk keuzevrijheid. Voordat ik dieper inga op het begrip keuzevrijheid en wat het nu voor jou betekent in jouw leven, wil ik een begrip uit de cognitieve gedragstherapie toelichten. En dat is het 5G-model. De 5G's in het model staan voor gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. En het model stelt dat elke gebeurtenis een kettingreactie veroorzaakt die uiteindelijk een negatieve spiraal veroorzaakt. Laat me het eventjes uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel de gebeurtenis is, je wordt ontslagen. Of misschien minder dramatisch, je krijgt een negatieve evaluatie op het werk. Mogelijke gedachten kunnen zijn, ja, je ziet hè, ik ben niet competent of ik ben waardeloos. Hierdoor ga je waarschijnlijk heel verdrietig voelen, gefrustreerd. Misschien ook wel wat boos, omdat sommige argumenten die ze aanhaalden volgens jou niet helemaal terecht zijn. Het gedrag. Misschien ga je zeggen van kijk, vanaf nu ga ik gewoon nog mijn uren kloppen. Ik ga gewoon doen wat van mij gevraagd wordt, niet meer en niet minder. En hierdoor gaat waarschijnlijk jouw motivatie, maar ook de kwaliteit van jouw werk, gaat achteruit gaan. Of je gaat misschien problemen krijgen met collega's die het niet leuk vinden dat jij geen extra taken meer op je neemt en dat zij dat dan moeten voorop draaien. Je belandt dus in een negatieve spiraal omdat je je niet bewust bent van de keuzevrijheid die je hebt. Maar wat is dat dan eigenlijk, keuzevrijheid? Ik hou van de definitie die Stephen Covey er in een van zijn boeken aangeeft. Covey zegt
Tussen stimulus en respons zit er een ruimte. Die ruimte is voor ons. Daarin ligt de vrijheid en de kracht om zelf ons respons te kiezen. Die keuze bepaalt onze groei en ons geluk. Als ik het 5G-schema er dan even terug bij neem, dan zien we inderdaad dat er tussen de gebeurtenis en de gedachte, daar zit een wit ruimte. Dat is de ruimte die Covey bedoelt. Maar in die ruimte zitten ook een aantal filters. Mogelijke filters zijn jouw overtuigingen, waarden, veronderstellingen, herinneringen aan gelijkaardige gebeurtenissen. En die gaan eigenlijk bepalen hoe jij naar die gebeurtenis kijkt. Je kan het vergelijken met een lens waarmee jij naar een gebeurtenis kijkt. Als twee mensen eenzelfde gebeurtenis ervaren, doordat ze andere gedachten hebben, gaan ze zich ook anders voelen en anders gedragen. De meeste mensen zijn zich niet bewust van die witruimte, van de keuzevrijheid die ze hebben. En dat is ook meteen mijn belangrijkste boodschap voor vandaag. Word je bewust van die ruimte. Het is immers iets wat ons als mens uniek maakt. Dieren bijvoorbeeld, die leven puur instinctief, die kennen die ruimte niet. Je zou beginnen kunnen experimenteren met een onderscheid te maken tussen enerzijds de gebeurtenis en anderzijds je afvragen, oké, wat zijn eigenlijk mijn gedachten over die gebeurtenis? Wat zijn mijn mentale commentaren? Wat is eigenlijk mijn verhaal over die gebeurtenis? En door dat onderscheid te beginnen maken, ga je zien dat er waarschijnlijk een last van je schouders valt. Als je eenmaal tot het besef komt dat jouw gedachten, dat dat geen feiten zijn. Je gaat ook zien dat je niet langer slachtoffer gaat zijn van omstandigheden, want dat zou zijn als er geen ruimte was. Maar door gebruik te maken van die vrijheid, ga je eigenlijk kapitein voelen van je eigen leven. Ook bij corona, die wereldwijde pandemie die ons momenteel zo in haar greep houdt, heb je die keuzevrijheid. De gebeurtenis is de wereldwijde pandemie. Mogelijke gedachten kunnen zijn, ja, ik ga ook ziek worden. Bij de minste kriebel in mijn keel voel ik het al, dat het gaat gebeuren. Ja, en ik ga ook geliefden verliezen aan die ziekte. En ja, mijn job, ik ga misschien wel ontslagen worden, mijn job hangt aan een zijden draadje. Door die negatieve gedachten ga je waarschijnlijk heel angstig voelen. En ook verdrietig. Je gaat overspoeld worden door alle mogelijke negatieve gevoelens. En daardoor, je gedrag, ga je waarschijnlijk terugtrekken. Je gaat je isoleren. Je gaat je sociale contacten beperken. En daardoor, dat is het gevolg, ga je waarschijnlijk heel eenzaam voelen. Je gaat je misschien afvragen, hoe lang hou ik dit nog vol? Door hier keuzevrijheid te gebruiken, kan je natuurlijk die negatieve gedachten ondervragen. En kan je ze bijvoorbeeld vervangen door andere gedachten. Je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, misschien word ik wel ziek, maar ik heb in het verleden nog andere ziektes overwonnen. Dus ja, dit zal ik ook wel overleven. En ja, wij wonen in België. We hebben een heel goed gezondheidssysteem. We hebben de beste dokters die er alles aan gaan doen om als ik ziek word, mij te helpen genezen. En wat mijn job betreft, ik weet op dit moment niet of ik hierdoor ontslagen ga worden. En als het zo is, is het misschien ook een kans
om een nieuwe start te nemen op professioneel vlak. Door eigenlijk andere gedachten te formuleren, ga je merken dat je eigenlijk een heel stuk rustiger bent en minder gespannen. Natuurlijk zal het altijd veel fijner zijn als er leuke dingen gebeuren en is het niet plezant als er zoiets als een pandemie is. Maar het gaat je in ieder geval minder raken. Die keuzevrijheid is ook iets waar we als coach heel graag mee aan de slag gaan. Ik vind dat heel boeiend om mensen daar een klik te zien maken van enerzijds een situatie waar ze zich eigenlijk slachtoffer voelen, als ze ontslagen zijn, als ze zich niet meer goed voelen op het werk. En anderzijds, ja, dat ze echt wel kapitein worden van hun eigen leven. Als je er vragen over hebt, stuur mij een berichtje of stuur mij een mailtje. Ik ga het met plezier beantwoorden. En ook als je interesse hebt in loopbaanbegeleiding, waar we ook rond keuzevrijheid kunnen werken, dan ga je hier onderaan nog even de link vinden voor een gratis kennismakingsgesprek. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik wens je alvast een heel fijn weekend.